toen is hij dus gaan zoeken op internet. Hij zei dus dat hij daar echt heel goed ziek van kan worden en zelfs dood aan kan gaan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René en Jessie zit hier onder. Yo! Goedemiddag inmiddels. Vandaag was echt even een paniekmoment. Want ik dacht Jessie Silver vandaag even een lekker fruithapje te geven. We hadden nog wat meloen in de koelkast staan. En dus die heb ik hem met een beetje beschuit op aanraden van consultatiebureau een beetje zitten brakken en hem gegeven. Maar het was een beetje gelei-achtig. Alleen ik dacht dat dat kwam doordat ik hem had zitten prakken, zeg maar. En dus ik sprak sprak Sergio. En die zei ineens van ja, die meloen was niet helemaal meer goed. En toen is hij dus gaan zoeken op internet. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar wij dus checken op internet. En hij zei dus dat hij daar echt heel goed ziek van kan worden. En zelfs dood aan kan gaan. Dus ik natuurlijk gelijk zwaar in paniek. En ik de huisarts opgebeld. En nou ja, die zei dat er niet echt een alarmbelletje ging rinkelen. En dat we hem gewoon goed in de gaten moeten houden. Dat als hij echt begint te braken of onwijs begint te huilen, dat we dan even aan de bel moeten trekken. Maar ja, ik verlies hem natuurlijk nou geen seconde meer uit het oog. Ik heb hem gelijk getemperatuurd om te kijken hoeveel die nu is. Nou, is gewoon netjes 37 graden. Er lijkt ook niks aan de hand, maar fucking hell. Dat voelt me ook zo dom, hè. Dat ik dan gewoon, dat er dan geen belletje ging rinkelen of zo. Van, oh, het is gelei-achtig, dat is misschien niet meer oké of zo. Ik dacht, het komt gewoon door het prakken. En Sergio die heeft ook nog zelf het consultatiebureau gebeld. En die zijn in principe hetzelfde als de huisarts. Dus nou ja, laten we er even vanuit gaan dat het gewoon oké gaat. Maar ik ben niet gerust, zeg maar. En dan gaan we even naar buiten, even frisse lucht tappen, even wat voeding halen. En, lekker dagje vandaag. Hoe is het met jou, schat? Ja. Ja, nou ja, we zijn dus op werk bestolen. En mijn beide collega's hun tasjes meegenomen, dus daar zat alles in. Fucking ellende. Dus ja, ik denk van, blijf godverdomme met je poten van andermans spullen af. Ja. Dus hebben we gewoon hier een half winkelcentrum beroofd. Ja, de blokker ook op zijn minst. En nou ja, ons dan. En ja, godzijdank, met echt heel veel geluk was ik naar de Aldi en ben ik zelfs nog even teruggelopen. Ik wilde weglopen en ik denk, ja, laat ik even mijn tasje toch voor de zekerheid meenemen. Jij moet gewoon een staatslot gaan halen eigenlijk vandaag. Ja, eigenlijk wel. Dus ja, dat is echt bizar. Maar goed. En even over deze kleine gesproken. Hij heeft voor het eerst gedraaid van zijn buik. Nee, van zijn rug naar zijn buik. Ja. Dat is echt wel moeilijk. En dat kan hij nu gewoon. En dat laten we nu even zien. Want we hebben het op camera.
Geen knuffelen. Niet likken. Petten. Ja. Petten. Onwijs trots. Heel leuk. Zo grappig. Ja. Ik was op mijn werk en ik zag het en... Ja. Ja. Gelukkig had ik de telefoon dichtbij me, dus die heb ik gelijk aangezet. Ja. Ja, dat was zo... hij was helemaal aan het oefenen en hij was leuk aan het spelen met Mo en... Superleuk. Ik er weer bij, ja. Nou, wij zijn vandaag eens naar Letty geweest en een boodschapje gaan doen. Ja. En op een gegeven moment midden in de appie, maar ja, het was ook al 3 uur, het liep wat langer uit. Ik had warm water mee en zo, alles. Zo. Dus ik heb in de Albert Heijn heb ik gewoon zo'n flesje gemaakt. En dan in, zijn in de draagzak heb ik zo hier zo'n flesje zo. En ja, ik kon niet en het mandje en mevrouw Letty in de rolstoel. En Jessie de fles geven, dus we hebben daar gewoon ja, een kwartier gestaan tussen de chocoladerepen en wat zit er aan de andere kant, nou, dat weet ik even niet. We hebben gewoon even staan kletsen en doen en hij plekken zijn flesje op. Ja. En toen was hij weer rustig, dus we hebben verder gaan boodschappen doen. Ja. Je zou mijn honger hebben, vriend. Ah, ja, ineens. Maar ik dacht ook dat het nog 2:30 was en hij had elke keer zijn flesje al 1.5 uur eerder. Dus ja. Ja, hij, volgens mij heb ik nog... Volgens mij heb ik nog vuur aan staan. Maar toen waren we dus aan het lopen. Ja, ik zie het ineens. Toen waren we dus aan het lopen. En toen kwamen we bij een heel leuke winkel. En toen zei Letty ineens. Want ze was zelf aan het kijken en zo. En toen zei ze ineens. Die verkoopster die heeft ook wel een leuk dingetje aan. En toen zei ik, oh ja, mevrouw de verkoper, u heeft, of mevrouw, was een jonge meid, u heeft wel een leuk dingetje aan. Gotcha. En heeft u dat dingetje ook te kopen? Het zei ze ja. Toen zei ik, oh, dan wil ik dat dingetje wel kopen dan. Dus toen heeft ze het ingepakt en toen hebben we lekker cappuccino op en mevrouw Touw heeft een kopje thee op. En dit is voor jou. Wat lief. Ja, zo ben ik. Je weet toch, je weet hoe ik ben, je weet hoe wij rollen. Je weet hoe wij rollen, schat. Dus Goede zomer. Goede zomer. Goede zomer. Goede zomer. Goede zomer. Goede zomer. Laat los, laat los. Hele leuke winkel. Hele leuke dingetjes. Niet duurt zo lang. Wat leuk! Is dat een rok of een broek? Een rok. Hij is aan de voorkant is hij wat hoger, zeg maar. Oh, dus hij loopt ja. Zo in een boog. Wat geinig. Oh ja. Dat is mooi. Cadeautje staat erop. Dat is een cadeautje. Doe maar eens aan. Ik kan wel zonnebank gebruiken. En ja, dat ding wat je erop hebt is ook leuk. Staat er ook op. Ja, alleen het is de deur. Gewoon een knutje van mij. Ja, is leuk, poepie. Habba habba. Knoppie. When I'm with you.